Goedemorgen, middag of avond, geachte kijkers van Panna TV. En welkom bij het eerste wedstrijdverslag van mij op Panna TV. Ik ga nu naar Schiphol toe, daar wacht Markie. En zonder Mark kan ik natuurlijk niet heel veel meer opnemen. Dus laten we maar gewoon direct het volgende shot pakken waar Mark ook in zit. Hey Markie, we zijn er weer. Lekker hoor. Lekker kijk, richting San Siro. Wij gaan richting San Siro. De road to San Siro is begonnen. Waarom maken wij deze voetbalrij door een doordeweekse dag? En hoe komt dat? Nou, dat komt door Equipo Voetbalreizen. Die hebben dit helemaal voor ons geregeld. De vlucht, het hotel, de wedstrijd, de kaartjes, alles. Gaan we tijdens deze trip allemaal laten zien. Ja, ons tripje, ons weekendje. En die vrouw die keek recht in de camera, was wat ongemakkelijk. En voor de rest, ja, Mark, ik ga jou helemaal op de hoogte brengen van alles over Inter. Maar dat gaan we natuurlijk pas doen in Italië, want we zijn nu op Schiphol. En het weer buiten, ja, je ziet het niet heel goed, maar het is niet lekker. En in Milaan heb ik gehoord is het nu 21 graden met zon. Ja, heel erg genieten. Dus wij gaan zo boorden, wij gaan zo lekker vliegen en dan richting San Siro of Giuseppe Meazza. Voordat mensen weer moeilijk gaan lopen doen. Het is zo. Nee, dat wil ik als eerste eventjes uit de wereld geholpen hebben. Het stuk grond waar het stadion op staat, dat heet het San Siro. Dus het is eigenlijk het Giuseppe Meazza stadion at San Siro. Dus vandaar dat beide benamingen goed zijn. Ik zat ook vanochtend na te denken van hoe moet ik het noemen zonder een intervent te beledigen. Oh, je mag het noemen als je wil, Markie. Touchdown Milano. Oh jongens, ik leef nog. De zon schijnt, het is 20 graden. We staan hier voor het Centraal Station. Het is prachtig. Dinges. En er komt iemand naartoe die iets wil. No, thank you. No. Nee, wij zijn net geland. We zijn nu direct naar het Centraal Station gegaan. Allemaal helemaal top. Equipo die regelt ook die reis van jou voor het vliegveld naar het Centraal. Waar wil jij nu naartoe? Hotel even tas droppen. Hotel even tas droppen. Kaartjes ophalen, want die liggen daar. Ik wil zelf ook nog naar de Duomo. Lijkt me mooi. Dit zit eerst op hotel. Is van Assassin's Creed. Moet ik eerlijk toegeven. Dat is, zeg maar, dat zit tussen het hotel nog in. Dus laten we dat eerst gaan bezoeken. Daar is ook de Intershop. Ik heb een Siamo Noi. Dat is dit, een Siamo Noi. Dat is een clubkaart van Inter en die moet je nog activeren voordat je hem daadwerkelijk kan gebruiken. En dat kan bij de Intershop en die zit bij de Duomo. Dat is dus daar gaan we nu naartoe. Mooi, mooi, echt lekker weer. Echt lekker weer, Mark. Echt lekker weer. Wat is dit lekker zeg. Aangekomen bij de Duomo moeten we natuurlijk eventjes gaan bezoeken als je in Milaan bent. En ik ga jullie heel even iets vertellen over de wedstrijd. Natuurlijk een hele spannende pot. Inter Sampdoria. Sampdoria doet het heel goed dit seizoen. Gaat volgens mij nu 7e. Heeft het vorige weekend Crotone nog verslagen. Dat is weliswaar Bruno Fernandes met 5-0. Maar Sampdoria heeft zich heel goed weten te herpakken naar een best wel heftige transferperiode. Muriel is weggegaan. Patrick Schiel is weggegaan. Bruno Fernandes is weggegaan naar Sporting. Dat zijn onder andere een paar namen. Daar hebben ze heel veel nieuwe spelers voor aangetrokken. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Het gaat lastig worden. Maar ik hoop gewoon op 3 punten. En dan staat Inter eventjes voor één avondje op de eerste plek in.